Ik vind het een goed toestel. Ja. Ik weet niet of je hem moet kopen voor 300 euro. Godverdomme. Professional. We hebben weer een nieuwe gadget. Naast me zit Elmar van Computer Totaal. Dit is Peter van Gamersnet. Ja, en we hebben deze week toch iets. Het is een, ik zal gelijk klappen. Het is een telefoon. Dat kan je bellen. En het is de Honor 6. Ja. En de Honor 6 is eigenlijk een Huawei. Zeg het goed? Je hebt het perfect uitgesproken. Een Huawei. Ja. En een hele goede vriend van mij, Leon, dus ik was mee in de kroeg. Ik kende dat merk niet, maar hij heeft zo'n telefoon en hij is er helemaal wouds van. Hij vindt het een fantastisch apparaat. Dus de bar ligt hoog, zeg maar. Ja, ik begrijp Leon helemaal. Ja? Ik heb heel lang ook de Huawei Ascend P7 gebruikt. Geweldig toestel. En ze maken hele, hele goede smartphones. Ja, het is eigenlijk een beetje de... Het voelt wel voor heel veel mensen als een B-merk aan. Ook je zei het voor de opname al dat het een beetje een B-merk was. Maar dat is het gewoon niet. Nee, het maar is echt een dat komt wel door telefoons. De naam al ook. Ja, het is een Chinese fabrikant, dus dan heb je al snel de sticker B-merk op je geplakt. Ja, maar ook de naam klinkt gewoon niet lekker in het Westen. Nee, voor mij heet het in China ook Huawei. Oh, ja. Ik dacht in China heet het gewoon The Block. Fucking makkelijke naam. Ja, we gaan naar het Westen, maak het lekker exotisch. Ja. Huawei. Maar goed, laten we eventjes on point blijven. Dank je. Ja. Het is inderdaad de Honor 6. In Azië wordt je verkocht als de Huawei Honor 6. Daar is Honor een submerk van Huawei. Ja. En voor Nederland hebben ze blijkbaar een andere strategie gekozen. Hier wordt het verkocht als Honor. Het is gewoon een standalone merk. Ja, waarom ze dat hebben gedaan weet ik niet, want Huawei is volgens mij nu een van de... Nou, niemand. Er zijn heel veel mensen die... Oh, oké. Okay. Het ligt eraan welk onderzoek je moet geloven, maar Huawei komt heel vaak als nummer 3 van dit moment naar boven. Oké, sorry. Dus naast Apple en Samsung is Huawei hard aan de weg aan het timmeren. Goed, ik vind Honor toch lekker klinken. Ja. Ik zou zeggen, maak hem open. Ik heb de vingercamera er weer bij. Dat hebben we van Telekids. Die hadden het vroeger ook bij Dix en Datjes. Weet je nog? Ja. Die had ook een vingercamera. Dat is leuk. Ben jij Carlo of Irene? Ik ben sowieso Irene. Irene? Goed, door. Carlo. Dit voelt heel erg trouwens. Mag ik even hierheen? Oké. Okay. Dit voelt heel erg Apple. Een doosje. Nee, maar kijk hoe dit verpakt zit. Ja, maar zo zit elke smartphone verpakt. Ja, maar niet zo toch? Met wit en met... Ja. Oké. Okay. Nou, dan heb ik het weer helemaal fout. Ga verder, maar ga verder met je item. Als je had gezegd dat de Honor 6 op de iPhone 6 leek, dat is dan zou je wel een goed punt hebben. Zal ik me eens naast leggen? Ja, doe maar. Het is best wel... Is het heftig? Ja, het is best wel heftig. Ja, je mist een homeknop, maar verder is het... het ziet er heel erg uit. Ja, maar oké, maar dat is met heel veel telefoons, toch? Ja, maar je ziet dat Huawei wel heel erg kijkt naar het design van Apple. Ja. Dat deden ze ook met de toestel dat vorig jaar is uitgekomen. Lopen daar rechtszaken voor? Want dat doet Apple altijd. Niet dat ik weet. Nee. Die doen ze alleen met Samsung. Ja. Samsung is een grotere bedreiging blijkbaar dan Huawei. Dus Huawei mag nu nog even rustig zijn gang gaan. Okay. En ja, waarom niet? Het ziet er mooi uit. Dus ik vind het geen slecht design. Laat ik even beginnen met te vertellen wat Huawei precies met Honor wil. Want naast Huawei hebben ze nu dus Honor als merk gelanceerd. Ja. En met Honor willen ze eigenlijk een soort high-end smartphone lanceren. Of smartphones. Voor een mid-range prijs. Dus hele goede specificaties, maar een prijs... kaartje van rond de 300 euro. Dat kost deze telefoon dan ook. Oké. Okay. Er zit dan ook een hele snelle processor in. Twee quad-core processors die op elkaar zijn geplakt zelfs. 3 gigabyte aan intern geheugen. Dat is ook meer dan je normaal ziet in dit prijsniveau. Oké. Okay. Een 5-inch Full HD scherm. Ook niet mis. Dus ja, op een gegeven moment moeten ze ergens gaan bezuinigen om dat prijspunt te halen. En dat zie je dan ook wel aan het design. Het is volledig van plastic. Er zit een plastic rand omheen. Je hebt misschien het idee dat de achterkant van glas is, maar het is ook gewoon plastic. Ze hebben wel een mooi diamantachtig patroontje erin verwerkt. Ja, ik zie het. Het geeft wel een beetje een premium feel. Ja, oké. Okay. Dus ja... Van buiten ziet hij premium uit. Ja. Doordat je het oppakt, merk je het gelijk. Maar hij is daardoor wel heel erg licht. Ja. Hij is echt heel licht. Ja. Ja. En wat je wel ziet is dat overal in het toestel Huawei restjes te vinden zijn. Je had net het doosje al even open, je ziet op de adapter staat het logo van Huawei nog. En als je hem opstart hoor je het muziekje van Huawei.
Ja, okay, maar ze de maken interfaces het van Huawei. Het is gewoon een Huawei telefoon. Maar ze maken er ook geen geheim van. Het is nee, gewoon een andere naam. Ja, ze hebben gewoon een andere strategie gekozen. Nou, ja, duidelijk. En wat vind je van de interface? Ik vind het mooi. Ik vind het leuk dat het scherm ook zo lekker gaat. Lekker hopt. Lekker hopt. Ja. En het gaat hartstikke snel. Ja, maar goed, dat is een snelle telefoon. Ja, het is echt heel snel. Ja. En het is een beetje Apple-achtig, de interface. Uber, oké. Okay. We zijn nou de wet aan het overtreden. Waar gaan we heen? Ja, ik weet niet. Weg hier. Maar gebruik je hem ook al? Ben je er heel tevreden mee? Want ik heb hem een tijdje gebruikt. Ja, ik vind het... Want hij is heel snel. Het is heel snel. Hij is bezuinigen op het uiterlijk. Ja. Of op de materialen die daar gebruikt zijn. Ja. Is er verder geen enkel nadeel? Is het gewoon de perfecte mid-range telefoon? Nou, perfect zou ik hem niet willen noemen. Voor hetzelfde geld heb je nu bijvoorbeeld ook de Huawei Ascend P7 van vorig jaar. Kun je die kopen voor nog minder dan €300. En dat is een toestel, ja, daar lever je misschien iets in op kracht. Maar dat is wel een toestel dat er heel premium uitziet en voelt. Het is van glas gemaakt, net een tandje luxe. Hoe is de camera? Er zit een 13 megapixel camera in. Die maakt aardige foto's. Okay. Maar bij weinig omgevingslicht laat hij wel wat te wensen over. En ik wil je wel even een leuke functie laten zien. Dat is iets wat ik heel leuk aan de Huawei telefoons vind. Oké. Okay. Oh, wat was de terugknop eigenlijk? Die zit daar. Oh, die zit gewoon. Zoals bij elke Android. Als je de camera opstart en je hebt de front-facing camera, je maakt natuurlijk veel selfies, jij ook. Ja, heel veel, heel veel. De dag door. Ja. Dan zit er een leuke panorama-functie in. En die maakt 3 foto's van je en die plakt je aan elkaar, waardoor je dus een heel breed beeld krijgt. Waardoor je niet altijd een selfie maakt, close-up. Oké. Okay. Zullen we het doen? Ja, lijkt me leuk. Ik heb hartstikke leuk stukje interactie ook. Oh, panorama. Moet je nog wel draaien, denk ik. Camera. Maak jij foto's altijd breed? Ja. Nee, zo. Want hij maakt er zelf breed van. Dat is 1. En dan maakt hij de nummer 2. Moet ik dan wel hetzelfde kijken? Ja. Ja, je moet heel stil zitten. En nummer 3. Nou, dan gaat hij met elkaar stitchen. Oké. Dat is wel kicken, toch? Dit is heel kicken. Dan krijg je een beetje, ja, we gaan het ook filmen, maar je krijgt een beetje de GoPro... hoe heet zo'n lens? Fish eye. Zo'n fish eye idee. Leuk, hartstikke tof. Ja, echt heel tof. Toffe feature. Oké, ben je tevreden? Het is een noemen wij. Ja, je bent altijd tevreden. Je bent een fan. De Honor 6 is een prima toestel. Daar doe je zeker geen miskoop aan. Je hebt goede specificaties. Schitterend scherm trouwens, Full HD. Mooi om ook op te gamen bijvoorbeeld en films op te kijken. Ja, en of je moet kopen, ja, dat is persoonlijk. Je moet hem even vasthouden om te weten of je het plastic gevoel of dat je stoort of niet. Dat is het enige nadeel wat ik kan noemen. Nou, Leon uit de kroeg, ga hem kopen. Toch, Lee? Ga hem kopen? Ik denk het wel, hè? Dat is een hele persoonlijke publieksparticipatie.